Goedemiddag allemaal, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag, 29 september, 6:15. Wij zitten in een auto vol, in de coverbox zit vol. We doen nu even bij Aletta wat spullen ophalen. En gelukkig konden we Hanna's auto even gebruiken. En gaan we naar een zaaltje. Vandaag is Babe namelijk zijn 30ste birthday. We gaan eerst naar mijn ouders. En daar is Joe ook met de auto. En dan gaan we de staantafels inladen. Alle boodschappen die liggen ook daar. Gaan we de auto inladen en dan naar de zaaltje. Gelukkig is het niet veel qua versiering en zo dat we doen. Dus dat is al klaar. En dan ga ik daar even mijn make-up doen. En dit eruit halen. En dan gaan we zijn birthday vieren. Happy birthday boy. Boy, die Shane man. Ben je klaar voor? Ja, dat is het. Ja, dus ze gaan zo die kant op. Oh, hey! 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 Hey
Ik kan je niet laten
Kartun selalu menyanyi hidup mesti santai oh 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 hidup dengan damai oh 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 mulai stop dong berdoa and relax hai datang sini lah kebuka kenapa belakang hancur. Ben je aan het genieten? Hoe hier is vanaf vandaag niet zien Het is 3:00. We gingen bij mijn ouders met Ras, Joe, Thay en Max nog even deze doen. Een beetje nog even bij me op eten. Ja, toch. We hebben helemaal geen avond gegeten gehad vandaag. Maar ja, we hebben zijn verjaardag gehad. Vond je het leuk? Het was erg geslaagd. Ik wil iedereen bedanken. Iedereen die was geweest, bedankt voor de gezelligheid. Eros. Die heeft een beetje de karaoke DJ overgenomen. Bedankt Fufu en Levi. Bedankt voor de MC-achtige dingen. En iedereen bedankt die er was. Was echt geslaagd. Ja. Wat een oude. Ja. Wat een mooie broekie. Ja. Dat vind ik echt mooi. Ja. Hé. Hey, staat pas weer shirt. Maar ja. Dat was echt geslaagd, man. Ja. Iedereen die er was. Echt bedankt dat jullie zo vast. Ik wil het getal niet noemen, want ik voel me gewoon nog steeds 21. Maar bedankt dat jullie mijn piep verjaardag met mij willen vieren. Ik hoop voor jullie allemaal. Doei. Anyways, ik ga mijn kop ophalen en ik slaap. Het is de volgende dag. Het is nu 3:15. We hebben vannacht al wat spullen weggebracht. Net geknipt. En ik. Bedoel, wij gaan nu naar de verjaardag van Sassy. Maar die was ook de 25ste jarig. Zo, altijd samen een jarig. En nu gaan we naar haar baby. En misschien gaan we vanavond naar Janine Barak, maar. We moeten even checken met die tickets of het nog mogelijk is. Dat is de planning. Het is leeg, man. Vanavond schrijven we lekker aan. Bij de XR. Conjo. Oh, hij is ook gevallen. Op de kop. Ja, de conjo. Kiefes. Deze keer, de keuken. We zijn bij. Nieuwe Osso. Dus. Een leef in een randje. Dit laten we zo. Vet leuk. Dit is wel een nieuwe zwart. Ja. Een nieuwe handwerk. Echt heel leuk. En groot. En dan een nieuwe. Hey. Met een nieuwe Osso. Ja.
Goedemiddag allemaal. Het is alweer de volgende dag. Het is vandaag zondag. Gisteren uiteindelijk toch niet naar Tjernieberder gegaan. Want we wouden aan de deur halen, maar toen hoorde dat het uitverkocht was. Dus toen ben ik niet meer gegaan, of course. Achteraf ook beter, want ik had gewoon de hele dag koppijn. Dus ja. Toen gingen we naar Levi's in Oslo checken. Levi in Haran, mijn nieuwe huis. En daarna ging ik bij mijn Julie met hun allemaal even een bakkie doen. En nu is het alweer bijna 2:50. Wacht ik even tot Beep thuis komt en dan gaan we naar de kerk. We hebben alles opgeruimd. Schoongemaakt en zo van een bruiloft. Of bruiloft. Van die B-day. Hij belt me nu. Hi. Hallo, ben je klaar? Ja. Oké, dan kom ik nu naar beneden naar daar, hè? Ja. Oké, okay, yo. Anyways, alles is opgeruimd en schoongemaakt. Alles is teruggebracht naar mensen, staantafel, bla bla. En dan gaan we naar de kerk. Ik heb bimmerdienst, geluidsdienst. En daarna moet ik eigenlijk de hele dag voor school bezig. En ik ga mijn Londen vlog afediten. Dus dat is de planning van vandaag. Naar de kerk, eten even bij de Mac. Hallo allemaal, het is alweer de volgende dag. Het is nu 5:50. Ik was vandaag lekker vrij, maar ik heb echt al mijn huiswerk ingehaald. Dat is top, mijn vlog is online. Ik heb de hele dag was in de kop gehad. Ik heb ook echt een aantal uur geslapen. Maar ja, ik ga gewoon even door. Ik heb net even boodschappen gedaan. En ik heb sportleren aangedaan, misschien ga ik zo even sporten. Vanavond gaan we gewoon pasta eten. Nou, dit is mijn baby natuurlijk weer. Ik heb vast even het proteïne ding gehaald voor als ik wel ga sporten. Mushrooms bijna hoor. Broccoli. En dat was ook bijna op. Creme fraîche. En gorgonzola. Dus ik ga zo even beginnen met koken. En babe, je moet om 6:30 weer weg namelijk. Dus zorg dat het op tijd klaar is. En dan ga ik daarna denk ik, zit te twijfelen of dat ik ga steppen of dat ik naar Basic Fit ga. Ik ga zo cardio doen, maar ik zit even te twijfelen wat ik ga doen. Dus dat is eigenlijk het probleem van vandaag. En ik hoop echt dat mijn hoofd mij weggaat. Want ik word helemaal gek. Ik leef het afgelopen weekend gewoon echt alleen op paracetamol. Dus ik moet ook echt even visio bellen om mijn rug aan te pakken. Want daardoor krijg ik dus hoofdpijn. Ja, en ik heb nu van Maxine ook haar massagegun meegenomen. Dus ik bleef eigenlijk gisteren de hele avond mijn rug gemasseerd met dat ding. Maar goed, ik heb nog steeds rugpijn. Dus ja, dat is de status. Ik ga nu koken en dan wachten tot baby thuis komt en dan gaan we samen eten. Het eten is lekker klaar. Dus ik kijk hier. Classic girl. Voor de 1000ste keer. Ik durf het niet. In het Spaans ga je helemaal niet. Perdona. Ik ben helemaal ingezoomd. Ik moet de vlog nog afsluiten. Zeker me bedenken. Hi Trey. Het is de volgende dag en ik bedenk me net. Goeie plek. Dat was ik. Hi babe. Dag hoi. Yo. Wij hebben het gegeten. Maar ik had de vlog nog niet afgesloten. Dus ik ga hem nog afsluiten. Vond je het een leuke video? Waarom heb je hem ook? Tiny heeft niet karaoke gezongen met mijn bieden, dus sluit even af met Say My Name. Doe één keer! Nee, doe dan! Nee, doe dan! Jammer, maar goed.